Goedemiddag allemaal. Welkom bij de Bergwerf Kerstspecial. Ja, Robert en Brink zit met knikkende knieën op de bank. Want ja, als de Bergwerf Kerstspecial uit is, kijkt er natuurlijk niemand meer naar All You Need Is Love. Want wie kijkt er nou naar verliefde mensen als je ook naar prachtige auto's kunt kijken? Vandaag nemen we u mee in een bewogen, maar fantastisch bergwerfjaar. We laten u verschillende onderdelen zien en blikken graag met u terug op alles dat er in de afgelopen 12 maanden hier in het bedrijf gebeurd is. En we blikken ook vast al even vooruit naar de dingen die we volgend jaar allemaal gaan doen. Dus, nu over naar de showroom waar mijn collega Tom voor u klaar staat om verslag te doen. Ja, dankjewel Tom. Ja mensen, toen wij 2 januari weer aan het werk gingen, moesten we toch een klein stukje negativiteit verwerken. Jan Lemkes van Autoweek vindt namelijk onze kentekenplaathouders niet mooi. Hij wijdde er een volledige weblog aan en hij vertelde iedereen dat het eigenlijk niet kan dat je een mooie Alpina hebt en dat er dan zo'n kentekenplaathouder op zit. Maar wat Jan vergaat, is dat onze klanten ze juist erg mooi vinden. Het is een soort van badge of honor om een bergwerf kentekenplaathouder op je auto te hebben. En omdat wij ze niet alleen mooi vinden, maar onze klanten ook, hebben we er toch nog maar weer 1000 besteld. Ik wil gauw weer een maand voorbij, of vooruit. Maar Jan, we zijn de kerstgedachte, dus we zijn hier niet om negatieve dingen over jou te zeggen. Je bent een gewaardeerd lid, gerespecteerd lid van het Nationale Nederlandse Autojournaille. Inmiddels verworden tot een ware nestor met al je ervaring. Dus om jou het nieuwe jaar alvast heel goed te laten beginnen, sturen we je zo'n mooie kentekenplaathouder op. We hopen dat je het leuk vindt. Nu terug naar de studio. Ja, dankjewel Tom. Mooi om te zien dat Bergwerf al helemaal in de kerstsfeer is en dat Jan Lemkes ook zo'n mooie kentekenplaathouder opgestuurd krijgt. Maar als gezegd, we kijken ook vooruit. Dus laten we even een kijkje nemen bij de verbouwing. Een jaaroverzicht zou natuurlijk niet compleet zijn als we u de verbouwing van de werkplaats zouden laten zien. Om onze klanten in 2024 nog beter van dienst te zijn, zijn we de hele werkplaats aan het verbouwen. Er komen meer bruggen bij, de uitrusting wordt nog beter en we maken ook een nieuwe wasstraat. Dus straks gaat onze dienstverlening naar een nog hoger niveau. We begonnen januari natuurlijk fantastisch. We waren voor het eerst als bergwerf zijnde aanwezig op een grote beurs. Het Interclassics in het MEC in Maastricht. Het was een superleuke beurs. We hebben heel veel mensen gesproken. We hebben enorm veel kalenders uitgedeeld. En dat gaan we dit jaar ook weer doen. Dat niet alleen. We hebben ook auto's verkocht. Want daarvoor zijn we er tenslotte. Maar er is meer. Want we gaan ook in januari weer naar Interclassics. En afgelopen jaar hadden we een E30 M3 mee. Die leek enorm veel op deze. En dit jaar nemen we deze mee. Dus zien we u ook in Maastricht. Hier staat ze. Niet alleen de social media topper van dit jaar, maar in de geschiedenis van Bergwerf. Nooit eerder kreeg een post van ons bedrijf zoveel likes, zoveel bereik. Iedereen is dol op de Alpina B8 4.6 limousine. 2024 was niet alleen een groot jaar voor Bergwerf, maar ook een monumentaal jaar voor BMW. Hier naast mij staat de BMW M3. Niet langer het best verkochte model uit de BMW line-up. Die eer gaat naar de BMW X1 en iX1. En dat zagen we ook terug in de views. Want natuurlijk was een exoot als de Alpina B4 Grand Coupé ons best bekeken filmpje van het jaar. Maar die werd eigenlijk op de voet gevolgd door de BMW iX1. En dat mag bijzonder genoemd worden. We zijn dit jaar eigenlijk echt begonnen met YouTube. We hebben natuurlijk daarvoor al wel wat filmpjes op ons kanaal gezet. Maar dit jaar zijn we er lekker mee aan de slag gegaan. En we begonnen met de X-Drive 40. Er zaten wat technische moeilijkheden en wat schoonheidsfoutjes in. En eigenlijk zit er in elke film wel een schoonheidsfoutje. Maar dat vinden onze kijkers nou juist zo leuk. Want we zijn natuurlijk geen professioneel videobedrijf. We zijn gewoon mensen die het leuk vinden om tegen de camera te praten. Maar we blijven dat in 2024 ook doen. Waarschijnlijk gaan we nog meer doen. We hebben mooie plannen, we hebben grootse plannen. En als jullie blijven abonneren en kijken, dan komt dat helemaal goed. Vergeet dat dus vooral niet.
Hier staat ze dan. Onze Testarossa. We hebben een Ferrari in het bedrijf. Naast BMW ben ik ook een enorm Ferrari-liefhebber. Dus hier word ik heel, heel, heel blij van. We hebben er al mee gereden. Het is op dit moment buiten niet zo goed weer. We gaan er nog een film mee maken als ze voor die tijd niet wordt verkocht. Want die kans zit erin. We hebben deze auto meegenomen naar Interclassics Brussel. Daar waren we ook aanwezig in het najaar. Een hele leuke beurs. Echt een prachtige stad natuurlijk. Prachtig tegenover het Anatomium in Brussel. Hele leuke mensen. Hele leuke gesprekken. Een paar auto's verkocht. En dat was voor ons ook de reden om in januari weer naar Interclassics Maastricht te gaan. Dus mocht u nou nog op zoek zijn naar een Testarossa voor de kerst. We hebben er één. Klaar en wel. Nieuwe tandriemen, grote beurt, Chedoni tassenset, onberispelijke staat van onderhoud, 4 nieuwe banden. Alles dat u zoekt in de Testarossa. Maar waar we deze film vooral voor gemaakt hebben, is om u als vaste klant van ons prachtige bedrijf te bedanken voor het afgelopen jaar. Iedereen die een auto heeft gekocht, iedereen die zijn auto voor onderhoud heeft gebracht en iedereen die klant was bij het magazijn, hartelijk dank voor jullie klandizie. Zonder jullie kunnen we niet bestaan, zo simpel is het ook. We hebben heel veel blije gezichten gezien het afgelopen jaar. We hebben prachtige auto's verkocht. En volgend jaar gaan we in een nieuwe werkplaats u nog beter van dienst zijn en gaan we nog meer mooie auto's verkopen. Dus mocht u nou op zoek zijn naar een van de auto's of u vervelen met de kerstdagen en gewoon even een leuk kwartiertje vertier willen hebben zonder de familie, neem dan een bezoekje in onze digitale showroom, want die is 24 uur per dag open. Bedankt voor het kijken en ook heel graag tot volgend jaar bij Bergwerf.